Hoezo het begin? Nou, maar voor mij even is dik, want we hebben elkaar kort aan de telefoon gehad. En kijk, ik heb op zich SNS, nou ja, jullie hebben daar afspraken mee. Hè? En ik ben heel benieuwd wat die afspraken nou zijn. Als ik zeg maar wat wil doen, dan moet ik dat samen doen met SNS. En dus ik heb zeg maar de volmacht van de bank. Als ik met jou een deal maak, dan worden mijn richtlijnen gevolgd. En niet die van de bank. Jij bent slim, hè? Maar we daar nog eens even constateren. Dat de mensen om jou heen, de image in de markt. Maar als jij te slim bent, ga je eraf. Als ik de bank zijn filosofie zou volgen, die is anders wat ik wil. Maar die ik wil, is levensgevaarlijk. Dat is namelijk dat ik dingen in mijn kop heb gezet die moeten goed gebeuren. Dus dat moet dan allemaal nog met jou overleggen. Als ik jou op die plek wil laten zitten, maar dat hou ik niet. Als wij geen 100% op jou kunnen vertrouwen, maar 99% doe ik het niet. Ik wil niet afgaan. Dus als je nou eerst uitgaat, hè, dat ik vandaag hier niet zit voor de bank, maar ik zit hier voor jou. Ja? En ik heb daar een idee voor hoe we dat zeg maar samen met die bank zouden kunnen oplossen. Maar dan steek ik mijn nek uit. Dus ik zeg tegen jou, Roger, alles wil ik van jou weten. En hoe we dat doen, dat is uitwerking van. Ja? Bij mij blijf jij op de box zitten. Maar alles wat je doet, zeg maar, doen we in overleg. En één keer daarvan afwijken, is gebeurd. Want dan hebben we vertrouwen geschaad en dan hebben we niet nagekomen wat wij met elkaar afspreken. Kijk, als jij tegen mij zegt, Dick, ik heb privé gespaard, ja, de afgelopen jaar. En dat zit in Cyprus en dat zit in dingen, dan zeg ik, dat haal ik allemaal boven water. Dus je kunt ook zorgen dat je mij die gegevens zegt en dat je zegt, zoveel geld heb ik daar overal staan. Ja? Nee, maar het verhaal is heel makkelijk. Mij laat he? Praten, ja? Ik ben nu even aan woord straks maar jij. Als jij tegen mij zegt van, ik hou toch wat achter, Dick. Dan accepteer ik dat nog. Dus je mag best ondeugend zijn tegen mij, maar dan moet je me zeggen. Wat ik wil, dat jij A niet hier gaat, ja, B, dat je nog geld overhoudt. En dat geld kun je vandaag kun je met mij overleggen wat jij denkt en wat ik denk. Hoeveel dat mag zijn. En daar werk jij in alles mee, maar ook in alles wat ik wil. Ik snap wat je zegt. Want wat jij feitelijk zegt is heel simpel. Jij zegt van nou, noem maar een bedrag bij wijze van spreken wat jij over wilt houden, privé. Ja. En als dat bedrag, als we daar met elkaar een klap op geven, dan is het daar. En voor de rest, zakelijk wikkelen we dingen af, inclusief alle andere banken. Als. En dat regelen we dan gezamenlijk. Vind je dat een simpele oplossing? Ik snap dat je zegt van ja, dat is een simpele keuze, maar ik kan er niet zo heel makkelijk antwoord op geven. Jij begrijpt mij dus niet. Ja, maar ja, misschien begrijp ik, ja. Waar begrijp ik je niet dan? Ik weet wat het is om veel geld te hebben. En ik kan gewoon uit de grond van mijn hart zeggen dat dat niet gelukkig maakt. En dat weet jij ook. Dus iets van geld is niet waar het... Daar is het helemaal niet. Zet dat even op. Geld is niet belangrijk. Nee, geld maakt niet gelukkig. Nee, maar als ik nou jou zeg van luister, joh, zeg nou wat je graag wilt overhouden. Moet je 3 jaar lang... Mag je zelf bij wijze van spreken niet nadenken, maar moet je vooral doen wat ik zeg. En dan krijg je een paar miljoen. Ja, en dan ben je een gelukkig mens. Dan kan ik jou voorspellen dat je geen gelukkig mens bent. Jij moet je nu al inleven dat ik het bepaal en niet jij.